Onlangs werden Aten Oude en Theo van der Sande op een Italiaans filmfestival onderscheiden met de eerste prijs in de categorie Exploration Films voor hun in de jungle van Suriname opgenomen film Oronok. Op de Amsterdamse Jacob van Lennepkade leeft Aten Oude in zijn eigen jungle. Altijd wel getekend, maar ik begon eigenlijk pas een soort serieus te tekenen toen ik op een reis in Afrika, het palletje van mijn camera bak, nadat ik 3 weken in het oerwoud was. Ik moest eigenlijk nog een paar maanden verder reizen, maar er zou eigenlijk niemand geloven dat ik het gedaan had. En sindsdien ben ik eigenlijk gaan schrijven en tekenen, dus over dat oerwoud. Ik wilde er alles over weten. Ik heb heel veel over gelezen en zo. Maar er waren nooit beelden bij. Er zijn een paar schrijvers die er goed over hebben kunnen schrijven, maar die vond ik toch altijd een beetje sentimenteel. En ik heb dus een gedeelte geschreven over het oerwoud waarin ik denk dat ik niet sentimenteel ben. En dat ben ik in mijn tekeningen ook niet. Ik bedoel, het is min of meer zoals het is. En ik probeer alleen maar de schoonheid weer te geven en niet... niet meer frustraties. Het zijn niet mijn eigen frustraties, niet naar mij. Mijn ogen volgden de opeengepakte massa van donkergroene bladeren die langs een stam omhoog kropen en buiten mijn gezichtsbereik zouden worden verzwolgen door miljoenen anderen die tezamen dit luisterrijke gewelf vormden. Met tropische groeikracht worstelden zich tonnen sappig hout al wurgend en klampend naar het liefkozende licht. Grove, ijzerharde kolossen en pas ontlopen twijgjes, beide vechtend voor hun bestaan, wanhopig hongerend naar meer licht. Ik staarde maar, gegrepen door deze verheven woestenij. Mijn geest slingerde mee omhoog in deze gezwollen levensdrang. Nog niet teruggekeerd in het gebroken lichaam dat half lam en stijf als op de boom gekluisterd lag. Deze natuur maakte meester nerveus en angstig, omdat haar vrouwelijke volte, haar lonkende maagdelijkheid onneembaar is. Omdat de boeiende pracht beklemmend op hen drukt. Beklemmend door haar ongekende rust. Beklemmend ook door haar plotseling schrille kreten die opklinken uit haar duistere schoonheid. Jungle. Ik lag daar maar, terwijl om me heen geboren werd. Alles zoemde en trilde naar leven. En ik droomde maar, niet loskomend uit dit paradijs van volmaaktheid. Nou, dat eilandje, dat wordt gezien door diverse mensen als een soort paradijsje. Iets waar je tussen dat donkere oerwoudje kan terugtrekken. Maar dat wordt dan ook zo gezien dat ik me daarop kan terugtrekken. Want ik krijg, hun absoluut niet zo'n eilandje op. Want dat hele oerwoud, trouwens niet alleen voor vriendinnen, maar voor heel veel vrienden ook, vinden ze helemaal niet vriendelijk, niet iets om in te gaan wonen. Terwijl voor mij is het het paradijs eigenlijk.
Ik besef dat ik mijn leven slijt in een uitzonderlijke positie. 3 keer per jaar laat ik mezelf uit als een stadsmens. Dan mag ik als een hond drinken uit de rivier, poepen op het land en slapen op de grond. Dan mag ik mensen ontmoeten die hun hele leven zo leven, zonder besef van het leven in de Jacob van Lennepkade. Ik zag de naakte rotsen en het verschroeide zwarte gruis op de hellingen. Dit was de meest sinistere verlatenheid indenkbaar. Achter de bergen lag het zand, heter dan ooit. Wat had dit alles voor zin? Deze wereld met zijn kleine mensen. Ik voelde mij gevangen in die enorme ruimte. Was dit de aarde in wording of de totale vergruizing? Ik wist het niet meer. De Sahara leek op mijn zielstoestand. Was er enig verschil tussen het leven daar op die wagen of deze gloeiende waanzin hierboven? Mijn tong bevochtigde voor de zoveelste maal mijn lippen en ik proefde wat warm, misselijkmakend bloed dat verdroogd op mijn gesprongen onderlip kleefde. Voel die verdomde koppijn, die bonzende bloedkloppingen. Ga terug. De natuur wint altijd. Ja. Kwaad. Het zijn wel zware teksten. Gemoedsvol. Nou, het is niet zo gemoedsvol. Ik bedoel... Als je bijvoorbeeld, want ik las dat andere stukje nog even niet, maar als je dus terugkijkt een beetje naar je eigen onmacht, als je je ziek voelt enzovoort, dan heb ik het gevoel dat je steeds een beetje teruggeroepen wordt naar, naar de oorsprong. Of in de natuur ben je zelf een beest. Ja? Ik vind het wel. Ik bedoel, je blijft natuurlijk wel mens, maar je begint het beest zijn beter te begrijpen. Je wordt menselijker eigenlijk. Beestelijker? Nee. Ik vind menselijker beter dan beestachtig bijvoorbeeld. Want dat vind ik al wel een nare uitdrukking, om beest te zijn, hoegenaamd niet zo. Maar heb je niet zelf veel vertrouwen in je medemens of zo? Ik bedoel, als... Je zit liever in het oerwoud dan tussen mensen misschien dan. Nou, dat is ook niet helemaal waar. Ik bedoel, ik heb wel degelijk... komt er niet meer uit. Wel degelijk mensen nodig. En dat is ook altijd hetgene wat mensen me voor mijn voeten werpen. Ik bedoel, ga dan daar in het oerwoud zitten, weet je. Zo niet dan rond. Nee, maar dat doe je ook niet, want je komt altijd weer terug. Ja, omdat ik niet alleen kan zitten. Maar het is een hele vreemde tweeslachtigheid. Op een bepaald moment dat je steeds af en toe weg moet en dan toch weer terug wil of zo in een tijd. Nederland of... Nou, dat is ook wel zo. Ik bedoel... Maar daar ben je ook weer mens voor. Ik bedoel, als ik een mier was, dan wist ik wel wat ik moest doen. Of ik wist het niet, dan werd ik gestuurd. En ik weet het niet. Ik ben niet radeloos, maar... Maar je schept een leuk evenwicht voor jezelf zo. Een tijdje oerwoud. En dan... Dat zou ik wel willen. Ik bedoel, ik ben me ook wel bewust dat het... knap decadent is natuurlijk dat het kan. Wederom dat denken.
gericht zijn op jezelf. Iets wat anderen egocentrisch noemen. Nihilistisch denken. Liefdeloze filosofie. Enzovoort. Waarom komen steeds maar weer deze vragen boven? No more idle threats. No more onlys, and no more and yet. No more wishes for the future. No more denial of the past. I'm free.